Een goede morgen, beste deelnemers van dit webinar. Even kijken. Ik ga meteen even dit scherm stoppen met delen en dan ga ik naar een bewegend beeld toe. Tenminste, als het goed is, dat jullie nu de AX zien op dit moment. Ik ga meteen even een vraag stellen in de chat of dat inderdaad het geval is of dat ik hier voor mezelf aan het praten ben. Even kijken. Ik zie dat er een aantal mensen binnenkomen. Hartstikke fijn. En dan ga ik even naar de chatfunctie toe. Zou jij ook even naar de chatfunctie toe willen gaan en naar to everyone willen posten of je inderdaad beeld en geluid of dat er is? En ik zie dat ik meteen al de eerste reacties binnenkrijg van AM van der Vliet. Yes, goed te horen en te zien. En Arjen is er ook bij. Leuk dat je er ook weer bij bent, Arjen. Goedemorgen, alles goed te zien en te horen. En Claire is er ook bij. Hartstikke fijn dat jij er ook weer bij bent, Claire. En met een dikke yes. Dus dat is goed. Nou, dat gaat allemaal de goede kant op. Fijn allemaal. Even kijken. Ik ga ondertussen even kijken naar de participants toe. En kijk ik of ik Jan Robert al in de huis zie staan. Of daartussen zie staan. Even kijken. Ik zie dat Arjen er ook is. En Arjen is er inderdaad ook bij. En Claire is erbij. Willem-Jan is erbij. Gerald is erbij. Herman is erbij. Martin is erbij. Leuk. Ruud is erbij. Even kijken, maar ik zie nog geen Jan Robert. Even kijken. Nou, in de tussentijd kan ik je wel eventjes meenemen naar de AX-index. We zien toch ook wel even een... Ja, het is niet helemaal een dagje van niets. We gaan iets meer dan 0,5% naar beneden doen op 711. Nou, 712 mag ik hem wel afronden. Hè? Even kijken, ik ga deze posities even naar beneden zetten. Dat doe ik zo. Dan krijg ik iets meer ruimte om de AX te laten zien. En dan wil ik je eventjes meenemen naar de year-to-day. De mensen die ik al zojuist opgenoemd heb, die kennen van mij eigenlijk al dat ik deze exercitie doe. Year-to-day betekent eigenlijk van het jaar, van de eerste dag van het jaar af, till today, dus tot vandaag. En dat betekent eigenlijk dat dit is de grafiek vanaf 1 januari tot nu toe. En je ziet eigenlijk een heel mooi neerwaarts patroon ontstaan met lagere toppen, lagere bodems, lagere toppen. Met een muis kun je meegaan naar een lagere bodem. Hier helemaal. Dit was geloof ik 7, 8, 9. April was het inderdaad. Met een mooie lagere bodem. Ik geloof op 7, of 6, 55, 6, 57 ongeveer. Zag ik staan. 6, 56 zie ik hier aan de linkerkant staan. Nou, van daaruit wel een stuk herstel. Eigenlijk ook wel een mooi herstel. Hè? Boven. 7,27 is volgens mij de top geweest. En we zijn dus nu weer inderdaad iets lager aan het gaan. Als je die grafiek eens wat verder uittrekt naar bijvoorbeeld een jaar, dan zie je dat een jaar geleden stonden we ook op dit niveau. En we hebben natuurlijk al een hele mooie rit naar boven toe gehad met een hoogste stand van 8,27. Nou, bijna 830 punten ergens in november. Maar ja, vanaf dat moment is volgens de heren en dames technische analisten eigenlijk een heel mooi neerwaarts patroon gekomen. Voor de meeste mensen die aandelen in de portefeuille hebben, is dat niet zo'n heel erg goed teken. Even afgezien van dat je soms ook nog wel eens een keer een pareltje op de beurs kan zien, aldus Geert Schaai. De mensen die met opties aan het handelen zijn, zijn er ook een aantal gelukkig. Die kunnen ook in dit soort neerwaartse beurzen geld verdienen. Maar we gaan het vandaag hebben over crypto's en of crypto's ook een waardevolle uitbreiding kunnen zijn in jouw eigen beleggingsportefeuille. Even kijken, ik ga ondertussen toch even kijken of ik nog Jan Robert zie, participants. En Jan Robert is er, kijk. En met een hand omhoog gestoken, dat is super. Ik ga jou meteen promoten, Jan Robert toe panelist. Dat is bij deze gedaan. En als je daar dan ingekomen bent, dan kan ik jou, even kijken, dan moet ik wel even zo doen. Dan kan ik jou gaan promoten toe host, co-host of host, even kijken. Ik zal je eens co-host maken. Dat lijkt me wel een hele goeie. Dan heb je die promotie alvast te pakken. Even kijken, dan zul je vanzelf wel binnenkomen op dit moment. En Ruud is er ook bij, inderdaad ook. Goedemorgen aan iedereen. Goedemorgen deze morgen. Kijken. Dag Jan Robert. Ben jij ook video? Mag ik video delen of niet? Ja, jij wel. Ik zie niet dat ik het kan doen. Even overswitchen naar. Lukt dat?
Even kijken, misschien, dan Robert, moet ik eerst even mijn scherm stoppen met delen, dat het dan misschien wat makkelijker gaat. Of als ik zo doe, kom ik zelf even in beeld. Lukt die? Lukt die niet? Even kijken. Nou, ondertussen is Jan Robert met de video aan het kijken of hij in beeld kan komen. Nou ja, goed. Ik wil je alvast uitnodigen, ook voor morgen. Want ook dan is er een webinar. En trouwens ook overmorgen op Goede Vrijdag. Maar morgen is het donderdag. Ja, zou je zeggen, is dat heel erg interessant. Nou, normaal gesproken niet voor mij. Maar morgen toevallig wel, want aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag. En toevallig is dan ook de derde vrijdag van de maand, dus de optie-expiratiedatum. Maar die is dus één dag vervroegd naar voren toe, naar donderdag toe. Dus tot naar morgen toe. Dus morgen om 12 uur ga ik samen met Peter Meijburg het webinar geven over de optie-expiratie van april. Nou, ik zal jou vast een klein tipje van de sluier opgeven, of laten zien. Even kijken, ik heb hier... Ik had de put 610 en de call 785 geschreven. Nou, je ziet dat de kans vrij klein gaat worden dat met deze stand op de AX, dat deze twee bandbreedte nog gebroken gaat worden. Hè, dat we of boven de 785 gaan komen of boven de 610. Dus de kans is heel erg groot dat ook morgen weer een plusje gerealiseerd wordt. Dat zou dan mijn 25e maand zijn. Ik krijg van iemand een flesje wijn opgestuurd. En ik heb gezegd dat op het moment dat hij bijtijds in de huis is, daar ga ik om... half één dat flesje wijn openmaken. Jij zit geloof ik lekker aan de koffie of thee, Jan Robert. Maar ik ga morgen dan aan de wijn. Oh ja, goed. Oké. Okay. Hey, maar we gaan het vandaag eigenlijk over iets heel spannends en spectaculair hebben. Want ik zei het al een klein stukje in het voorwoord. En ik heb het ook in de aankondiging geschreven. Ik wou bijna op zijn Engels zeggen, spreiding is everything. Spreiding is everything. Maar spreiding is everything. Spreiding is everything. Die houden we erin. Ja, spreiding is everything. Ja, die houden we er inderdaad in. Ja, een foutje mag er altijd. Misschien wordt dat wel een soort breinpositie. Maar spreiding is everything. Hè? Dat zorgt ervoor dat je een optimaal rendement in je beleggingsportefeuille kan maken. Dus ik zou zeggen, ga vooral niet alleen maar met opties werken. Ga vooral niet alleen maar met crypto's werken. Ga vooral niet alleen maar met aandelen werken. Maar zorg ervoor dat je gespreid, een stukje goud en zilver kan er op een gegeven moment ook nog eens bij zijn. Bijvoorbeeld ook een stukje olie gerelateerde waarde. Kom ik straks nog eventjes allemaal op terug. Maar zorg dat je een goede spreiding in je beleggingsportefeuille creëert. Want dan zorg je ook voor een optimaal rendement. Daar zijn we allemaal van overtuigd en dat is ook daadwerkelijk waar. Nou, waar we het vandaag over gaan hebben is heel spectaculair, want Jan Robert die kennen we natuurlijk ook van zijn Eurostoxx training portefeuille, maar wij noemen hem niet voor niets hier in het expertteam van Harm van Wijk de crypto koning. Volgens mij staat het ook op jou, bij mij staat nog Harm van Wijk, zie ik hier staan, maar voor jou staat het er ook onder, Jan Robert, crypto koning. Ja, daar staat ze default ingesteld, hè? Dus kan dat ook niet. Ja, nou, ja. Ja, super. Nou, dus we gaan er vandaag eigenlijk iets heel spectaculairs doen. Ook niet voor mij, want ik ben niet zo heel erg bekend met crypto's. Dus ik ben ook zeer benieuwd hoe we eigenlijk daarin kunnen gaan handelen. En ja, wat zo'n crypto portefeuille inhoudt en hoe we dat eigenlijk kunnen gaan volgen. Dus Jan Robert, zonder al te veel gras voor jouw voeten weg te maaien, mag ik jou het woord geven. En ik wou even aan de deelnemers nog zeggen, dit webinar wordt sowieso opgenomen. Dus je kunt ook kijken op de website van Harm van Wijk op mijnpubliek.com. En dan ga je naar het kopje agenda, want daar zul je dan zien staan deze vooraankondiging. En Harm zit, ondanks dat hij ook in een andere tijdzone aanwezig is nu, zal dat webinar daar dan opplaatsen. Maar we zouden het ook heel erg interessant en leuk vinden dat je vragen stelt. Dus ga even naar de chatfunctie toe, naar To Everyone, zet je het dan. En dan kun je ook de vragen stellen. Ik zal die oppakken, Jan Robert, en ik zal jou dan alweer te onderbreken op het moment dat er een goede vraag is. Dus ik ben benieuwd. Vertel eens. Ben ik goed verstaanbaar of niet? Denk het wel, zeker. Hè? Ja, zeker. Ik heb altijd een beetje gedoe met die headset. Dan pak je hem wel of niet over. Allereerst van harte welkom iedereen bij het speciale webinar over crypto's. En sommigen die doen al de services van mij met de crypto's. Ik heb drie portefeuilles. Iets meer voor lange termijn. Dat zijn de HODL en DCA strategieën. Waarbij ik periodiek coins ga kopen. Heel simpel. En dan op een gegeven moment gaan kopen en op een gegeven moment uitgaan. Anderzijds ook de Crypto Extend Challenge. Dat is iets speculatiever ook. En wat ik ook heb gemerkt.
dat we ook heel veel klanten hebben die zeggen, ja, ik wil op zich wel meedoen, maar ik weet dus niet hoe. En ik wil dat even, ja, ook wel op een eenvoudige manier willen volgen. En het punt is, als je in Nederland een crypto exchange hebt, en dat is namelijk Bitfavo, daar zet je dan geld op. Met euro, dan koop je crypto. En daar kun je mee handelen. Maar het probleem is met Bitfavo bijvoorbeeld, kun je niet automatisch of semi-automatisch traden. Dat kan wel via Binance. Dus als iemand zegt, nou, ik wil graag iets met crypto doen, we hebben een speciaal voor Binance gekozen, omdat Binance ja ongeveer ja, 1600 tot 1700 coins ter beschikking stelt om te handelen. En dus dat is heel mooi. En degene die al iets in crypto's doet of interesse heeft, heeft iemand ook al een Binance account overigens? Want als je nog geen Binance account hebt, dus mag je een handje de lucht in steken. Binance, dat is bij deze. Even kijken hoor. Ja, dan zet ik even een link erin. Want wat we ook speciaal hebben, ik heb een speciale link aangemaakt. Normaal gesproken is het zo, als je aanmeldt via een bepaalde link, dan krijgt de aanbrenger een vergoeding. Dus stel dat ik een vergoeding krijg, dus 20% van de transactiekosten, die zou ik dan in theorie terug kunnen krijgen. Maar wat ik heb gedaan, ook met Harm heb ik overlegd, om die 20% te splitten. Dus 10% voor ons, zeg maar, en 10% rebate voor de klant. Dus als je aanmeldt, heb je nog geen Binance account en wil je toch gebruik maken van Binance, ja, dan zou ik zeggen van ga gerust via Binance even een link die ik nu inzet even aanmelden. Want dan krijg je daarmee korting. Dus 10% terug. En dat vind ik wel net zo netjes wat dat betreft. En, Ja, Robert, mag ik als crypto leek, mag ik gewoon een heel simpele vraag stellen? Misschien leeft die ook bij andere mensen wel. Ja. Moet ik zien Binance en Bitfavo en dat soort organisaties hetzelfde als Maxim voor aandelen opties, of de Giro, of Saxo, of whatever. Ja. Klopt, dit is een crypto exchange. En moet ook zo zien, dat goed dat je dat aankaart. Want sommigen die zeggen, ja, ik wil meedoen. Kan ik dat via Maxim doen? Nee, dat kan niet, omdat Maxim ook een andere broker, zoals Bink of Saxo inmiddels, kun je niet crypto handelen. Er zijn echt specifiek crypto's voor crypto exchanges. Het mooie is van crypto is wel dat je 24/7 kunt handelen. Nou ja, mijn vriendin of ex-vriendin die vond het iets minder leuk, want ik was dag en nacht bezig. Maar goed, het is wel prettig dat je gewoon altijd kunt handelen. En de kosten zijn ook heel erg gunstig. Bij de reguliere broker heb je natuurlijk minimale kosten, bijvoorbeeld van 1,80 euro of 6 euro. Dat heb je bij crypto niet. En bij Bitfavo, ik zou dus eigenlijk willen aanraden, Ruud, als jij een crypto exchange hebt, een link, dan mag je die erin zetten. Dus dan mag je die link erin zetten, de crypto link voor Bitfavo. Dan krijg je geen korting, maar dan heb je bij de eerste 1000 euro geen commissiekosten. Dus dat is mooi. En dat betekent dus dat je hiermee heel eenvoudig via euro crypto kan kopen. Dat zal ik zo laten zien. En het punt is dat de crypto in Bitfavo kun je inderdaad omzetten naar euro. Maar je kunt dus niet de Binance pakken om daar euro op te zetten. Het moet via Bitfavo. Maar goed, als iemand al een Binance account heeft, dan kan hij heel eenvoudig daarmee een coin kopen en handelen en ook de service gebruiken. Joop zegt, ik heb al een Binance account buiten deze regeling om. Is er nog om daar gebruik van te maken? Dit is een add-on, zeg maar. Want dit is gewoon een speciale portefeuille. Daar zou je daar wel apart voor moeten betalen. Degene die wel een losse crypto-service heeft, die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, oké, ik wil die dus een maandabonnement heeft, die kan het omzetten. Dan zet ik het maandabonnement stop. En dan kan dat via trades vergelijken worden doorgezet. Dan deel ik gewoon de omzet natuurlijk met trades vergelijken, maar let wel dat je met die sms-service maar één portefeuille krijgt en niet drie. Dus dat is een dingetje. Maar goed, ik wil even jullie eerst meenemen naar een soort overview van de markt. Dus ja, waar staan we nu?
En ik moet wel zeggen, Menko, dankjewel voor je spectaculaire aankondiging, zeg maar, van deze service. Ik wil op het einde één trade doen. De eerste trade. Leuk. Daar zijn jullie ook live aanwezig. En dan ga ik voor $100 een bepaalde coin kopen. En dan zul je ook zien hoe dat in de praktijk werkt. Super. Maar het belangrijkste is wel, alles wat we aandragen, hè, dus voor eigen rekening risico, dit is puur ter educatie. En ik ben zelf wel risico zoekende. Ik ben niet vies van risico, maar goed dat je dat weet. In principe is het zo dat je, je kunt de cryptomarkt grosso modo opdelen in twee grote coins. Dus Bitcoin en Ethereum, hè, die pakken ongeveer 60% van de hele total market cap. Momenteel is de total market iets gedaald richting 2100 miljard. Dus 2,1 trillion is dat inmiddels in het Amerikaans of Engels. En de rest van de markt, dus de 17.998 coins, ja, die pakken dan 40%. Dus er zijn heel veel mogelijkheden en daarom is het ook zo leuk. En op de CoinMarketCap kun je natuurlijk een heel mooi crypto overview vinden. Ja, dit is een beetje een stand van zaken momenteel. We zitten nu al een tijd rond de 2000 miljard. Zitten we daar te consolideren. En ik denk eerlijk gezegd wel dat het een mooi moment is om wat met crypto te doen. Dus als je nog niets met crypto doet, dan is het echt cool om hier iets mee te doen. We hebben dus ook een dip gehad vanaf de top in oktober, november. Helemaal van 3000 naar 1,5 miljard. 500 miljard in de total market, inclusief BTC. En nu zitten we een beetje in een soort stijgende lijn. Dit is een weken grafiek. En ik denk dat er heel veel perspectief in zit. En je moet ook tegen volatiliteit kunnen natuurlijk. Je ziet ook dat de markt behoorlijk omhoog en naar beneden gaat. Maar per saldo wel, per saldo omhoog. En dit is dan de Bitcoin. Dat was een tijdje geleden. Nu staan we rond de 40.000. En dat is ook een tijdje, een week geleden, dus dat gaat heel snel. Maar je ziet wel, als je een steunzone wilt definiëren, zou je tussen 30.000 en 33.000, zou je dat kunnen bekijken als solide steun. En dus als je, dit is even een tip voor mij, ook voor iemand die een crypto wil doen. Als je iets met crypto wil doen, feel free om sowieso Bitcoin op te nemen en dan bijvoorbeeld elke maand wat bijkopen. Kun je rustig bij Bitfavo doen. En Ethereum zou ik ook gewoon erbij doen. En dit is ook even te laten zien. De stock-to-flow model wordt ook wel bij voor goud en andere commodities. Dat de blauwe lijn die wijst van links onder naar rechtsboven. Die is rond het dubbeltje geïntroduceerd 2010. Dat was 12 jaar geleden ongeveer. En dan zie je nu ongeveer rond 100.000 noteren. En dat lijntje, dat gaat vlak lopen vanaf 2022 tot en met ongeveer 2025. Dus naar mijn idee, als jij dus denkt, oké, ik wil wat exposure opbouwen in de crypto, dan zou je sowieso in Bitcoin moeten zitten. Maar ook, dus ook in Bitcoin, in Ethereum. Maar om een beetje extra rendement te halen, dan moet je ook naast Bitcoin de andere hebben. Maar goed, Bitcoin Treasuries is ook een hele mooie interessante site om naar te kijken. Omdat hier grote spelers in zitten. Dus MicroStrategy, MSTR, dat is ook een grote speler. Die ongeveer 125.000 bitcoins in portfolio heeft. Ja, die heeft dus ook zijn inzet zien voor 1,6-voudigd. En een andere spant wel de kroon is Riot Blockchain, die ook Bitcoin aan het minen is. Ja, die heeft ongeveer 4464. Die heeft een rendement van 5,4 op een vermogen. Maar het gaat eigenlijk om, dit wil ik even laten zien, omdat er zitten gewoon grote spelers in de markt. En ja, ik denk als je nog niet in de markt zit, ik denk dat het nu een heel mooi moment is om iets te doen. En het hoeft ook niet dat je heel vermogen in één crypto zet of zo. En alles staat of valt met een goede spreiding, hè, Menko. En ook degene die al die iets met crypto wil doen, zou ik zeggen, pak een stukje Bitcoin in Ethereum. Dat is de volgende. Ook rond de 3000 noteert dat inmiddels. Ook een solide steun rond 2400. Het is heel erg belangrijk dat de Ethereum boven de 3000 blijft. Maar dat is ook een belangrijk
of 2400 of 1500 is een steunzone. En Ethereum is een smart contract platform, de grootste. En daar worden heel veel protocollen op gedraaid. Heel veel DeFi protocollen. En dat betekent dus ook NFT's. En dat betekent dus dat er heel veel interactie is op het netwerk. Oftewel transactiekosten worden opgedaan. Dus dat is heel belangrijk. En Ethereum die is ook bezig met een soort proof of work mechanisme protocol naar een proof of stake consensus model. Oftewel milieuvriendelijker, dat wordt ook wel gezegd. En ik denk dat het ook toch een positief impuls zal geven in Ethereum. Dus daarom Bitcoin in Ethereum. Dus als je iets wil doen, dan zou ik daar gewoon iets mee doen. Een andere factor wat ook belangrijk is om goed in de gaten te houden, dat zijn die legislators, hè? Dat zijn die, hoe heet dat, regulators. Die proberen natuurlijk meer vinger aan de pols te krijgen en meer grip te krijgen op de cryptomarkt. En ik moet wel zeggen dat de cryptomarkt goed gedijt bij een goede solide framework van overheden. Maar niet dat ze de business gaan killen, dan is dat verkeerd. En Europa heeft zelfs een soort last minute attempt gedaan om Bitcoin bijvoorbeeld te verbieden. Nou, hoe moet je een decentrale munt verbieden? Dat kan gewoon niet. En dat is wel cool om te zien. Dus met andere woorden, crypto's are here to stay. En dat gaat alleen maar meer worden. En Janet Yellen heeft een aantal weken geleden ook een slip op de tong gehad. Een beetje expres, denk ik. Door te stellen dat Biden heeft een executive order uitgeroepen. Dus een soort bevel om te kijken hoe kunnen wij crypto's reguleren. Met andere woorden, het is een positieve stap. Dus ik zou zeggen, zit je nog niet in crypto, ga dan zeker in crypto. En dan kom ik op het volgende. Mijn favoriete coin is momenteel Solana. Daar heb ik ook een rapport van geschreven. Eerder dit jaar heb ik nog met Polkadot en Solana als tip kanshebbers voor 2022. Voor onze extendleden heb ik nog een speciaal rapport gemaakt die verkrijgbaar is, dat er verkrijgbaar is voor 25 euro. Over Solana. Maar dat zit gewoon bij de service in, zeg maar. En degene die ook de service neemt bij de trade vergelijken, voegen wij ook een rapport toe die wij hebben uitgebracht. Dus dat is ook als bonus erbij. En waarom is Solana interessant? Dat is ook een DeFi coin. Die wordt eigenlijk ook wel een soort Ethereum killer genoemd. Solana die kan tot aan 50.000 transacties per seconde kan die handelen. In tegenstelling tot Ethereum misschien een paar duizend. Daarnaast komt nog voordat als je het charttechnisch bekijkt, heb je een mooie run-up gehad vanaf de 25 euro naar de 250, dus een vertienvoudiging. En dan moet ik wel aangeven, dus dit is ook een mooi voorbeeld van spreading. Want als je met aandelen, met Unilever zit, nou, die zie ik niet zo goed vertienvoudigen. Ik zie Solana wel vertienvoudigen, maar je moet wel tegen volatiliteit kunnen natuurlijk. En als het naar beneden gaat, ja, dan heb je natuurlijk weinig aan. Maar het mooie is wel, wat ik altijd als strategie heb, ik koop voor $100 een coin, gaat die de lucht in, dan ga ik een deel verkopen. En wij doen natuurlijk ook het volgende. Wij zetten ook put the money where your mouth is. Wij gaan zelf ook handelen. We hebben zelf ook de positie ingenomen. Dus wat ik eigenlijk wil doen, ik wil jullie zo meenemen naar hoe werkt het nou? Hoe gaat het nou in zijn werk? Als ik dus ga kijken waarom nu Solana. Nou, Solana heeft ook een mooie herstelbeweging laten zien. Vanaf zeg maar $100, nou, dat is eigenlijk 80, want die schaalverdeling is niet helemaal goed. Is wel goed, maar dat is die blauwe lijn, dus de moving average, die ligt rond $100. En ik heb zelf met indicatoren, heb ik de vier moving averages. Ik heb korte 8, 21, 34 en 55. En dan zie je dus dat je heel vaak in de knoop hebt en dan uit de knoop. Dus als we dat gaan samenkomen en wat uit elkaar gaan. En dan zie je nu ook weer een beetje in de knoop en nu een beetje omslagpunt. Gaat de markt omhoog? Ik denk het wel, omdat we een behoorlijke herstelbewegingen naar boven gezien richting 150. Met een green shoot in de candle, dus drie candles vanaf rechts. Heb je een hele forse grote candle omhoog, nu wat teruggevallen.
onderin zie je ook volume spike omhoog. Dus dat geldt dus, dat geeft dus aan dat heel veel interesse is in deze coin. Dus mijn coin voor dit jaar ook, Solana, daar zet ik op in. En dat was ook de eerste trade voor traders vergelijken. Full disclosure, we hebben nog geen klanten erin, want dit is, jullie hebben echt de primeur. En ik wil wel deze trade laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar goed, wie van jullie vindt het op zich een interessante propositie? Een dubbele exposure. Exposure is namelijk het volgende. Dat je dus met crypto heb je meer exposure. Meer exposure om... als je met crypto doet, heb je dus een groter exposure in de markt ook met volatiliteit. Maar als de markt naar beneden gaat, heb je wel meer mogelijkheden tot verlies natuurlijk. Maar ook, wat ik ook heb laten zien met Solana, dat die echt behoorlijk hard de lucht is ingegaan. Joop, Zoom heet niet voor niets Zoom. Want je kunt namelijk op je scherm, ergens met More of zo, dan kun jij het scherm... groter en kleiner zetten. Ik weet niet of iemand anders dat weet hoe je dat moet doen. Volgens mij met controle en een minnetje. Ja, voor mij staat die dan toevallig goed. Op een of andere manier. Maar misschien dat het voor jou, Joop, misschien iets anders valt in jouw laptop of scherm. Maar dan kun je in ieder geval met controle en min, heb ik wel eens begrepen, dan kan ik het verkleinen en vergroten. Dus als hij voor jou te groot staat, dan kun je me eventjes ofwel Ctrl min of Ctrl plus. Hè, dat zijn volgens mij die twee zaken. Even kijken. Ja, precies. Dankjewel. Kon je inderdaad, Joop, dan moet je even op Ctrl min doen. Dan wordt je iets kleiner volgens mij. Nou, hoe kun je meedoen? Oké, even terug naar de vraag. Hè, want, voordat we heel technisch al zoomend... Precies, ja. Ja, maar even goed, kijken. Het is wel belangrijk. Want als Joop moet natuurlijk ook kunnen blijven aanhaken. Dus hoe kun je meedoen? In ieder geval, je moet een Binance account hebben, dus via de link die ik heb gemaakt. Of als je die al hebt aangemaakt, dan kun je eenvoudig aanmelden. Er zijn instructies voor om dan een koppeling te maken, wil ik ook wel mee helpen om dat te doen. Het enige wat je moet doen, is je moet wel minimaal $100 op je rekening hebben. We gaan tot $5000 vullen van portefeuille. Het is niet zo dat we in één keer all-in gaan natuurlijk. We gaan de stapsgewijs opbouwen. Natuurlijk join trade vergelijken. En dat kun je ook doen door de link die Mancode even in kan plakken. Of via de QR-code kun je scannen. En ik heb bewust deze presentatie een beetje in het Engels gedaan. Omdat we ook internationale expansie gaan doen hiermee. Vandaar dat we dat doen. En dan ga ik dus naar de ene laatste slide, denk ik. Ja, deze Binance koppeling. De USP, unique selling points eigenlijk zijn dat je gewoon automatisch trade. Je krijgt via een sms of telegram, ik weet niet welke van de twee of allebei misschien, dat je daar een bericht op krijgt. Het is semi-autotrade, je krijgt een bericht. Dan de bevestiging moet je zelf doen door het accorderen. Ja, je krijgt ongeveer inderdaad 3 signalen per week. Koopsignalen en dan als we dan ook gaan sluiten, dan is het zo dat wij dus de trades ook doorgeven. En we geven ook exact aan hoeveel. De vraag is trouwens, ik zie ook signaal per e-mail en per telegram. Per e-mail, gebeurt dat automatisch via de koppeling, Menko? Of moet ik zelf een mail in elkaar flansen? Ja, daar zal ik je eventjes over vertellen, Jan-Robert. Nou, ik zie dat heel veel mensen al klant van tradersvergelijker zijn. Mooi. Ik zie heel veel bekende namen, dus die kennen het principe. Even om het idee van, stel nou voor dat je het interessant vindt om crypto's ook toe te voegen in je portefeuille. Inderdaad, zoals Jan-Robert zelf ook al zegt, niet voor 100% je portefeuille vullen met crypto's. Probeer die spreiding inderdaad aan te brengen. Maar stel voor dat je met een bepaald percentage dus mee wilt doen, dat je dus met €5000 wil meebeleggen met die crypto portefeuille van Jan-Robert. Nou, wat er dan gebeurt, de link heb ik zojuist gepost, je kunt je aanmelden bij Traders Vergelijken. Dan wordt er contact met je gezocht. Jan-Robert zal dat zelf doen. En die zal dan eventjes ook met jou gaan verifiëren of het Binance account ook goed is en dat het up and running is. De signalen die vervolgens komen op het moment dat Jan-Robert een positie gaat openen ofwel gaat sluiten,
Die krijg je via een Telegram-koppeling. Jan Robert heeft hier staan SMS-koppeling. Nou, ik zeg eigenlijk vaak, het is een SMS-service. Maar eigenlijk is het een Telegram-service. En dat betekent eigenlijk, op het moment dat je klant gaat worden bij Tradersvergelijker, zal er ook contact met je worden gezocht. Of je Telegram op je telefoon, dan wel op je computer wil downloaden. Dat is eigenlijk een soort SMS-gebeuren. Je krijgt dus het bericht van Jan Robert via Telegram. Nou, wat er dan vervolgens gebeurt, ik zeg eigenlijk altijd, met één druk op de knop kun je exact dezelfde transactie uitvoeren, maar ik liep daar een heel klein beetje mee. Sorry. Want het zijn eigenlijk twee drukken op de knop. Je krijgt dat berichtje van Jan Robert op je Telegram. Dat bericht, daar staat een link in. Nou, je drukt op die link en vervolgens, dat is natuurlijk dan druk nummer 1 op de knop. En vervolgens kom je in een vervolgscherm te staan. En aan de linkerkant, in dat vervolgscherm, staat een blokje transactie afwijzen. En aan de rechterkant staat een blokje transactie accepteren. Nou, het is natuurlijk hartstikke logisch dat je niet naar het linkerblokje toe gaat transactie afwijzen, maar je wil één op één volgen. Dus je drukt op het rechterblokje de transactie accepteren. En dat is dus feitelijk de tweede druk op de knop. Duurt dat een half uur, anderhalf uur? Nee, binnen 10 seconden heb je dat gedaan, want je krijgt natuurlijk die link via Telegram. Je drukt op die eerste link. Nou, vervolgens kom je binnen een poep en een scheet, oftewel binnen no time, kom je binnen 1 of 2 seconden in dat vervolgscherm. En dan ga je naar dat rechterblokje toe. Je drukt op transactie accepteren. En dan heb je dus exact dezelfde positie gedaan als Jan Robert. Dan loop je dus exact één op één mee. Nou, ik weet eigenlijk niet, Jan Robert, of we ook nog mails gaan doen. Nogmaals, deze portefeuille wordt dus nu opgetuigd. Er staat ook nog niets in. Jan Robert zegt eigenlijk ook, je hebt in wezen €5.000 nodig om deze portefeuille te volgen. Maar hij gaat per transactie of per coin, zo moet ik eigenlijk zeggen, Jan Robert, ja, klopt. Voor $100 een positie innemen. Dus je hebt niet al te veel exposure met de ene positie of de andere positie, of de ene coin of de andere coin. Dus het is eigenlijk dus inderdaad dat Telegram gebeuren, dat is wel even belangrijk om dat goed bij stil te staan, hoe dat precies werkt. En ik zeg al, ik zag heel veel bekende mensen bij traders, die klanten zijn met traders vergelijken. Dus dat gaat allemaal via hetzelfde principe. Ja, klopt. Dat is wel iets anders, zie ik hier. Want ik zie veel klanten van mijzelf hier ook bij staan. Ik werk natuurlijk van 9 uur tot 5:30. Maar ik zie, Jan Robert, dat jij ook een weekendhandelaar bent. Vertel eens daar eens iets meer over. Ja, kijk, ik wil aangeven dat crypto, die is altijd in beweging. Hè? En die kent eigenlijk geen sluitingstijd. Het is 24/7. En dat is ook uniek aan crypto. En dat is ook mooi. Dat je ook in het weekend of in de avond kunt handelen. Het is wel zo dat ik niet bewust nu op dat ik dan om 3 uur 's nachts, stel dat ik ergens toevallig in een kroes rondhang en ik krijg een wilde ingeving dat ik dan ga handelen. In principe hou ik wel rekening mee met de deelnemers die dan in Europa zitten. Gewoon normale tijden, dus tot 1 uur of 11. Maar het is wel zo dat, we hebben ook al een paar keer gehad, dat we op een gegeven moment een hele mooie spike hadden. Toen ging ik bijna slapen. En toen zei mijn vriendin, waar blijf je nou? Ik zei, ja, wacht even, ik moet even een trade doen. Want het ging een of andere coin, ging 40% de lucht in. Kijk, en ik vind ook, dan moet een dame even wachten. Maar ik vind wel belangrijk, als er een trade kan worden gedaan, moet het worden gedaan. En het mooie is, dan krijg je ook een signaal. En dan hoef je alleen maar te accorderen. En dat is ook het voordeel. Want ik heb nu moet ik dus een mail maken. Ik ga wel eens met mijn Telegram alvast dingen annonceren, voorannonceren dat we iets gaan doen. Maar nu kan iedereen dat gewoon doen. En soms gebeuren ook van aparte dingen. Je ziet ook met de Oekraïne dat er een weekend wat gebeurt in met aandelenmarkt kun je niet reageren. En op de cryptomarkt kun je dat wel doen. Ja, dat is inderdaad ook een hele mooie en een belangrijk iets. En Liana, die heeft eigenlijk ook een hele belangrijke vraag, maar dat is in wezen ook het volgende puntje, nummer 8. Ja, Robert, Liana zegt, als je een $100 trade hebt, is dan ook het maximale verlies ook die $100? Klopt, klopt. En ik heb wel eens coins bij die dan 50% dalen, maar dan is als je de $100 inzet, dan verlies je $50. En dat is ook, dat gaat via een Binance account, via spot market, dus niet geleveraged. En dat is, als ik even die puntjes bij langs loop, dus accountgrootte maximaal $5.000. We doen iedere keer een trade voor $100 per trade. En de trades worden uitgevoerd op je eigen account. Dus wij komen niet aan. Je legt alleen maar een API-koppeling.
En we doen dus een aantal keer per week 3 trades ongeveer per sms. We nemen swing trade posities in. Het is niet zo dat wij bewust heen en weer gaan scalpen, heen en weer elke seconde. Dat doen we niet. En dat doen we bewust niet. En het is meer voor een aantal dagen. Stel dat dat we gewoon geluk hebben dat we een coin kopen, gaat 40% lucht in, dan gaan we dat wel gelijk doen. We pakken natuurlijk wel de winst, maar we gaan niet heen en weer scalpen wat dat betreft. We kunnen ze ook 24 uur per dag handelen, ook in het weekend. Berichten worden naar SMS of Telegram voor zonde. We maken gebruik van leverage, hefboom. Profiel is zeer riskant. Moet wel bijzeggen, stel dat je zegt, ik vind deze service interessant. Ik wil die signalen wel zien, want je krijgt ook te zien wat we gaan doen. En je zegt, ik wil geen $100 inzetten, maar minder. Dan kijk je naar die SMS en dan vul je zelf die order in. Maar goed, ik denk dat $100 ook niet de wereld is. Maar dan kun je ook zeggen van, ik wil iets minder risico lopen. Dan kun je gewoon de helft doen. En je kunt minder inzetten, maar dan moet je dus niet de order accorderen. Want dan wordt gelijk het aantal wat ik invul, wordt één op één overgenomen. Je kunt zelf niks aanpassen. Ik wil sowieso wat even laten zien. Dus even kijken of ik direct aanmelden staat boven. Dan kun je niet aanklikken natuurlijk via die. Als je interesse hebt, stuur even een mail naar info@tradingformoney.com. Want dan kun je daarmee aanmelden. Of meer dingen. En belangrijk natuurlijk, hoeveel kost dat? Hè? Dat heb ik nog niet gezegd. Kijk, normaal gesproken is een service €97 per maand. Full uit handen gegeven, dus dat je de sms'en krijgt. Maar we doen een tijdelijke actie voor €47 voor de VIP-leden, ook €47 per maand. En ik denk dat dat wel interessant is, omdat je daarmee goed wordt begeleid ook. En degene die al de crypto-service heeft van mij, die een abonnementstructuur heeft, die bijvoorbeeld ook al €47 of €97 per maand betaalt, €97 niet, maar €47, dan wil je dat gerust overzetten hier naartoe. Tijdelijke actie inderdaad, €47 per maand. En dat is inclusief de sms-kosten. Er komen niet extra kosten bij. Dus all-in, inclusief BTW is dat trouwens, Menko, hè? Meen ja, ik was even unmute. Klopt inderdaad. Ja. Even kijken, maar Jan-Robert, dan ben ik ook even meteen de advocaat van de duivel. Ja. Wij doen het heel vaak zo. We hebben een 12 halen 10 betalen idee. Wat is eigenlijk, hoe komt het uit met die €47 per maand? Is dat één maand of hoe ziet dat eruit? Nou, kijk, ik vind wel als iemand zegt ik wil gelijk voor een jaar meedoen. En dan kunnen we dat wel. Maar ik weet niet wat voor abonnementstructuur Dennis heeft ingehangen. Want of het per kwartaal is of per jaar. Eigenlijk altijd per jaar. Er zijn altijd worden jaarnota's opgemaakt. En daarvoor is het ook vaak zo dat we die 12 halen, 10 betalen constructie doen. Dat vinden we ook zeker voor deze leden deze lijn moeten doortrekken. Want het gaat mij erom dat we gewoon tevreden klanten hebben natuurlijk. En zie je het gewoon als bonus, want we zetten dat later gewoon los weg. Daar heb je ook misschien een ding van gezien. Dus wat mij betreft doen we gewoon 12 betalen, 10 halen. Oh nee, andersom is dat, hè? Aha. Ja, die fout heb ik... Ja, jij zegt het nu met een grapje, maar die fout heb ik hier in mijn vlotheid echt verteld. Dus kreeg ik heel veel commentaar. Zo. Dat is niet helemaal de bedoeling. Nee, het is inderdaad 12 halen, 10 betalen. Op het moment dat je dus naar de website gaat en je gaat dan naar... wacht, misschien Jan-Robert. Even kijken. Ja. Ik zal dit eens proberen voor te doen hoe dat dan gaat. Even kijken. Ja, want dan moet jij dat even... Jij bent natuurlijk van Trace vergelijken met Dennis, dat je dat even afstemt dat het goed gaat. Ja, dat gaat goed. Kijk, heel even kijken inbreken. Ja. Hè? Dus we gaan hier naar de website van Traders vergelijken. Ja. Nou, daar gaan we naar beneden toe. Je kunt je sowieso aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat is gratis, dat kost je helemaal niets. En dan word je dus elke maand op de hoogte gehouden van de resultaten van alle traders die er staan. En ook dat er nieuwe portefeuilles binnenkomen.
Hier staat al heimelijk even vermeld dat er ook een olie- en aardgasportefeuille van ja. Ronald natuurlijk aankomt. We hebben het hele expertteam van Harm gaat acte de présence geven bij traders vergelijken. Nou, we hebben het nu over de crypto-portefeuille. Zoals gezegd, hè, met $5.000, €5.000 kun je meedoen. Je klikt dan gewoon op de, op de linker link, hè, dus TV Trader Vergelijking Crypto Swing Trading. Dan ga je, hier heb je een stukje uitleg over wat je over zojuist allemaal verteld hebt. Je gaat eigenlijk helemaal naar beneden toe. Klop je naar beneden. Dit zijn die prijzen inderdaad. Met een mooie foto van jou, Robert. Even kijken. Je gaat hier dan naar het onderste rechthoekje. Dat blauwe ding, of het zwarte ding. Dan ga je op aanmelden staan. En hier ga je naar de volgende link is dan dat je je naam, je adres, postcode, plaats en dergelijke in moet vullen. En het enige wat je dan moet doen is naar... je moet eigenlijk twee dingen doen. Je gaat naar dit drop-down minuutje, zo moet ik zeggen. En je klikt hier aan crypto swing trading. Nou, dat is het eerste wat je moet doen op het moment dat je natuurlijk je naam, adres, woonplaats en dergelijke aangetoetst hebt. En hier vul je in korting... Ja, belangrijk. Webinar 13 april. En dan schrijf je erbij 12 is 10. En dan zet je of jouw JR of je zet er Menko bij. Nou, in ieder geval komt het allemaal goed. Hè? Dennis gaat het dan in ieder geval conform die kortingscode gaat hij dat dan doen. Nou, op het moment dat je dat gedaan hebt, hè, dan druk je op verzenden. En dan komt het bij Dennis terecht en die zal je dan... daar komt een signaal binnen. En jouw rol, het is heel belangrijk, we hechten erbij traders vergelijken waarde aan om je goed te begeleiden. Nou, voor mij is dit ook nieuw. Ik heb geen crypto's en ik had geen crypto's. Ik ga dit ook doen, want ik wil eigenlijk wel eens even proeven van deze wereld. Ik zie dat daar een toekomst in zit. Ik zeg je heel erg vaak, het enige systeem dat ik zelf volg, is mijn eigen systeem. En dat klopt ook. Hè. Ik kan elke minuut van de dag kun je me bellen. Nou ja, tussen 9 en half 6 dan. Om mijn portefeuille te laten zien, daar zul je inzien dat ik geen enkel aandeel in het portefeuille heb. Alleen maar opties. Maar ik vind het juist, gezien het toekomstperspectief, interessant om die crypto's daar eens een stukje kennis van te nemen. Uiteraard ken ik Bitcoin. Uiteraard ken ik Ethereum. Maar Jan Robert die zorgt er met zijn kennis en kunde voor om juist, laat ik zeggen, sorry Jan Robert dat ik het even zo noem, maar weet je die gekke coins? He, wat je net had, Solano of hoe het ook allemaal heet. En X en Y en Z. Nou, die wil ik ook wel eens een keer proeven in mijn portefeuille. En voor $100, ja, daar kan ik best wel eens een keer leiden als er ook eens een keer eentje naar $50 gaat. Ja, maar dan zul je zien dat er ook wel een aantal bij zitten en die gaan sky high. En dat is eigenlijk een beetje het principe van deze portefeuille. Ik zie dat Gerard zegt van ja, Saxo Bank of Binance. Ja, hier moet je inderdaad. Binance moet hier nog bij komen staan. We zijn een beetje, deze website moet nog crypto-vriendelijk worden. Daar wordt aan gewerkt. Maar je snapt het principe dat het natuurlijk via die Binance-koppeling moet gaan. Eens even kijken. Ik zou eigenlijk twee vragen willen stellen. A, wie heeft er interesse in om deze portefeuille, die dus nieuw opgezet wordt bij traders vergelijken, om die te gaan volgen? Zou je eens even in de chat aan willen geven of je dat interessant vindt? Even kijken, dan ga ik zelf ook naar de chat. En dan pak ik, zoals jullie weten, mijn bril er even bij. Even kijken, Liana zegt, hey, leuk, ja, interesse. Nou, leuk omdat, je bent natuurlijk ook bekend met het principe. Dus dat, daar hoeven we je niets meer over uit te leggen. Je bent van harte welkom, inderdaad, om de, volgens de weg zoals ik die zojuist aangegeven heb, om daar dan jezelf aan te melden. En Joop zegt, ik kan pas maar later inspringen vanwege de financiële situatie. Ja, Joop, dat kan gebeuren inderdaad. Maar dan, we proberen het ook elke maand zo te doen, zoals je ook gewend bent bij mijnpublieke.com, om elke maand ook een update te geven over de resultaten. Dus ook bijvoorbeeld volgende maand of de maand erop kun je altijd nog inspringen. Arie zegt, weet het nog niet. Nou goed, Arie, dat kan natuurlijk altijd. Probeer dan ook een aantal webinars van ons te volgen. Ja, Robert en ik gaan het ook maandelijks doen. En dan gaat er
nu is het natuurlijk een introductie, maar dan gaan we ook specifiek in van, hè, wat zijn de resultaten en de rendementen geweest, of de perspectieven zoals je jouw robot hier ziet. En we proberen je eigenlijk een stukje inspiratie op te noemen om ook misschien de angst voor een stukje crypto, die er bijvoorbeeld ook bij mij was, en die jouw robot weggenomen heeft, A, vanwege het feit dat hij zelf actief is, maar B, ook het boek wat hij geschreven heeft. Misschien kun je dat ook nog eens even laten zien, jouw Robert. Dat is heel makkelijk. Even voor de goede orde, je hebt niet gelijk €5000 nodig, hè? Uiteindelijk. En wat ik zei, dan heb je dus $300 per maand, per week, zetten we in. Dat is zeg maar $1200 per maand. Dus net zeg maar dat je 4 maanden vol belegd bent. Maar we nemen natuurlijk ook winst of verlies, we handelen natuurlijk door. Dus het is niet zo dat je gelijk dat bedrag kwijt bent. En belangrijk is ook dat je euro stort op Bitfavo. Dat kan natuurlijk niet bij Binance, maar daar help ik gewoon mee. En Claire zijn missie laten inspringen, kijk er eerst aan. Heel goed. Wel interesse, mijn vraag af, verdien je de $97 per maand wel terug met inzet van €100 trades? Ja, het is niet €97, hè. Het is zelfs minder voor jullie, €470 op jaarbasis. Dus... En wat ik zei, je kunt met zo'n $100, kun je $200, $300, $400, $500 verdienen in één keer. Ik wil niet zeggen dat het altijd gebeurt, maar je kunt ook van die $100, $50 verliezen. Ik zie het meer als een kraslot, zoals Harry ook altijd zegt. Een optie die heel erg goed omhoog kan schieten, terwijl het downside risico heel laag is. Zie je mijn scherm nou ook, of niet? Het is inderdaad zo, Jan Rob, even die chat dan wegzetten. Ja. Even kijken. Ik denk dat mijn... Even kijken. Nu moet jij jouw scherp gaan delen, inderdaad. Ja, je moet het inderdaad even afzien, afwijken van de gedachtegang. Dit is geen aandelenportefeuille. Dit is ook geen optieportefeuille. Zoals we ook opties verhandelen bij traders vergelijken. Dan willen we bijvoorbeeld 10 of 15 of 20% rendement per jaar halen. Dat is... en daar zijn ook daar is ook de kostenstructuur op aangepast. Dat het dus voor de klant interessant is om zo'n systeem te volgen. Ja, dit is natuurlijk... sorry dat ik zeg, ja, Robin, maar een beetje een gekke wereld. Die kan inderdaad binnen een uur of 2, 3... kan die 30 of 40% omhoog of omlaag knallen. En daar is natuurlijk van te doen om, om daarvan te profiteren. Dus perspectief zit er natuurlijk veel beter in. Het is veel groter dan bij de normale handelswijze. Even kijken. Ik zie nog een aantal vragen. Wim zegt, hoe belangrijk is het om heel snel op de Telegram signals te handelen? Ik merk bij sommige option trades moet je heel snel zijn, omdat de limietprijzen snel kunnen veranderen. Bij opties is dat inderdaad het geval, Wim. Ook daarvoor... wat Jan Robert zojuist ook al zei, ook ik geef een aankondiging wanneer ik een trade ga doen. Jan Robert zal dat in zijn groep ook gaan doen, die we dus gaan starten. Maar Jan Robert, is dat voor jou ook belangrijk dat er, laat ik zeggen, binnen 15, 20 minuten gereageerd wordt? Ja, wel. En wat belangrijk is, als jij dus die order hebt ingelegd, hebt geaccepteerd, of je ziet het later pas, dan weet je in ieder geval wat er is gehandeld, wat we gaan handelen. Wat ik even ga doen. Dus het is wel belangrijk, maar dan weet je in ieder geval wat je gaat doen. Je krijgt ook een link naar de portfolio's. Order history. Ik zal even laten zien. Ik ga even een order inleggen. Dus ik had Solana, vind ik interessant. Ja. Dan ga ik naar de backend, dat laat ik even niet zien, maar wel Binance account. Je hebt trouwens voor de goede orde geen margin nodig. Je koopt. Dus je hebt voor $100, leg je $100 in. Geen margin. En stel dat we voor voor $1000 hebben geïnvesteerd, is dat de investering. Je hebt geen margin dus. Je hebt ook niet gelijk die $5000 nodig. Nou, dan ga ik toevoegen. Ga ik even naar de backend van de crypto. Nou, wat ik dan ga doen. Ik ga crypto asset Sol USDT ga ik invoeren. En dan ga ik een buy doen. En dan is dat Sol USDT. En dan ga ik even kijken welke dat is. Dat is jullie zijn mijn scherm trouwens ook, hè, of niet? Ja, zeker. Ja, tussen $100 en $300 per week gaan we inzetten, Chris. Maar je bent wel baas in eigen portefeuille. Als je zegt, nou, ik wil op een gegeven moment
positie sluiten, dan feel free om dat te doen. Het is niet aan te raden, maar dat is wel mogelijk. Dan ga ik even een Sol USDT. 101,98. Moet wel zorgen dat je minimaal per trade $100 USDT op je account hebt, op je spot wallet hebt. Nou, wat ik dan ga doen is, ik kijk bijvoorbeeld hoeveel dat ik nodig heb. Nou, dus stel dat ik dan 102,50 ga inzetten als koers. En mooi is, dan zet ik hier 102,5 amount. Kijk, 102. Punt, oh ja, ik kan niet 100, nou, 102, $100. Nou, voor $100, hoeveel heb ik dan nodig, Markt? Ja, dat is een goeie. Nou, wat zei ik, 102, hè? Prijs? Oh, 102,50. Dat is de koers. Oh ja, ja. En dan moet ik even kijken natuurlijk wat de prijs is. Maar goed, ik ga deze op 102,50 zetten. Dat betekent dat ik 0,97 stukjes kan kopen. Dus wat ik ga doen, ik wil 0,97 stuks inzetten. Quantity en limit price, die zet ik op 102,50. Wat jij dus niet ziet. Nou, dan ga ik stuur het signaal. Nou, dat ga ik nu doen. Nou, als het goed is, krijg ik zo een bericht. Ja, dan krijg ik een bericht. Zien jullie mijn video ook, of niet? Ik denk het wel, hè? Nee, niet in je video. Nee, maar zie je op mijn video. Ik heb nu een signaal gekregen. Oh, zo, ja, ja. Ja, even op je telefoon. Ja, kun je niet zien. Maar buy crypto order Sol USDT. Klik onder link to accept. Dus deze ga ik nu, deze ga ik nu doen. Trade history. Ga ik deze aanklikken. Nou, als het goed is, krijg je een bevestigingsschermpje afwijzen of accepteren. Ja. Dus na acceptatie. Dan de order is sent to the broker. Nou, en als het goed is, moet die dan zo verschijnen. Oké. Okay. En ben ik toch benieuwd of dat lukt. Want volgens mij had Dennis dat een keer aangepast. Ik weet niet of hij deze nu ook klaar heeft gezet. Maar dan wordt dat direct gelinkt met mijn Binance account. Dat account zelf, ja. De order is been sent. Kijk. Ja. Zie je dat? Hebbes. Nou, het werkt. Super. Nou, dan heb ik dus voor 97,037 USDT gekocht. De fee is marginaal eigenlijk, een paar cent. Nou, nu hebben we dus de positie. En dan pakken we dus deze. Ja, een stoploss die zet ik bijvoorbeeld op 40% erin. Maar die zet ik niet hard erin, want ik kan het niet in het systeem zetten. Maar wat ik dan doe, dan zet ik hier bijvoorbeeld in mijn Excel-sheet, wat je ook dan krijgt, dan zet ik hier, het is nu 13 april. Menko, 13 april, ja. 0,97. En hier krijg ik ook transparant inzage in. Ja, de koers die we dan hebben gedaan, dat is 102,1. Nou, 102,1. Ja. 1. Nou, dan heb je dus dit. Nou, de current price, dat wijkt misschien een paar minuutjes af, maar dat is real-time ook bijgewerkt. Maar goed, you know the drill. Yes. Ik geef altijd een limit order op SJ, maar wel met een ruime limiet. Omdat ik altijd van mening ben van als je business doet, ja, dan kan het zijn dat je hele slechte uitvoering krijgt. En dat wil ik nu ook geweten hebben. Maar stel dat je de order hebt gedaan en hij ligt in. Dus stel dat de koers naar 102,80 is gegaan. Dat betekent dat jij als limiet order in ligt. Dan kun je altijd zelf bij de Binance account even de order aanpassen. Dus, maar het kind kan er was doen, zou ik zeggen. Ja, hetzelfde geldt eigenlijk ook bij de rest van het systeem, bij traders vergelijken. Het kan wel eens een keer zo zijn dat er een limiet koers meegegeven wordt om te kopen of te verkopen, maakt niet uit. En dat die limiet niet geraakt wordt. En dan moet je zelf altijd nog even kijken in je eigen account. Dus inderdaad, als je bij bijvoorbeeld in je Maxima account moet je even kijken of die order daadwerkelijk uitgevoerd is. Maar exact hetzelfde geldt eigenlijk hier bij het Binance account.
Hè, moet je zorgen dat altijd even gaat checken of die order daadwerkelijk ook, de transactie ook daadwerkelijk is verricht. Ja. Ja, mijn strategie is meestal dat ik dan bij 50% winst ga ik, tussen 40-50% winst ga ik dan gradueel afbouwen. Ik ga niet alles in één keer verkopen, want dan gooi je al die kinderen met het badwater weg. Maar je wil natuurlijk ook wel potentie naar boven krijgen. Maar het voordeel is wel, stel dat we 50% winst hebben, betekent dus $50 winst, haal je dus $50 uit de markt. Plus $50 winst heb je $100. Dan heb je in ieder geval, ben je uit de kosten. Dan speel je gratis mee. Ja, dat is het mooie van dit. Hè? Dat gaat bij aandelen iets lastiger, dat gaat bij opties iets lastiger. Maar met dit gebeuren zouden, dan heb je daar in ieder geval wel die potentie mee. Precies. Ja. SJ zegt van, het kan dus gebeuren dat, dat je een slechtere uitvoeringsprijs hebt dan Jan Robben. Nou, eigenlijk is het zo, SJ, dat wij volgen allemaal ons eigen systeem. Dus wat je net zag bij jou, Robert, is een signaal wat hij krijgt van tradersvergelijken. Dus hij krijgt hetzelfde signaal als jij op het moment dat je ermee doet. Hè. Bij mijn opties is het ook zo wel eens dat iemand eerder drukt. Ik weet natuurlijk exact wanneer ik die transactie ga doen. Dus ik kan, je zou bijna zeggen, ik ben de eerste die drukt. Maar omdat die vooraankondiging ook is geweest, dat mensen weten wanneer ik ga handelen. Dat die ook sneller zijn dan ik. Nou, dat kan ook gewoon. En soms zit je er inderdaad bij opties, 1 cent of een paar cent, net iets beter of net iets slechter. Maar het gaat er natuurlijk over dat je die positie gaat krijgen of dat je die positie gaat verkopen. Dat is eigenlijk het item. Ja, klopt. En dan in crypto zal het waarschijnlijk een centen kwestie zijn, Jan Robert. Hè? Dat je misschien net iets beter, iets slechter uitvoert. Het kan hier een voordeel zijn, het kan hier een nadeel zijn. Maar het gaat om dat je in de lijn, de rechte lijn zit. En wat ook belangrijk is, kijk wat Menko zei, als we die berichten uitsturen. Ten eerste, ik doe altijd een vooraankondiging. En als ik dan een trade doe, nou, dat doe ik een paar minuutjes later, klik ik zelf dat iedereen ook eerder heeft kunnen kopen. En het gaat mij niet om de uitvoeringsprijs. Ik wil dat iedereen gewoon mee kan doen. Maar het belangrijkste is dat we gewoon dezelfde belangen hebben, zeg maar. Dat de winst van jullie is ook een winst voor mij. En de verlies is ook. We hebben gewoon dezelfde positie. Ja. We gaan samen huilen en we gaan samen lachen, Jan Robert. Ja, dat precies. Is eigenlijk de insteek van het geheel. En dat is het leuke. Ja. De neus staat exact dezelfde kant op. Ja, en nog een belangrijke vraag. Voor aanstaande vrijdag. Ik weet niet of iemand ook nog tijd heeft. Ik weet dat het een slechte tijd is, een goede vrijdag. We hebben aanstaande vrijdag voor de Token of Expertise die avond. Ben ik ook aanwezig als het goed is. Ik vlieg dan in de ochtend terug als het goed is vanuit Dubai. Dus als je nog interesse hebt om langs te komen, feel free om dan je aan te melden. Zal ik zo de link inzetten. Ik weet niet, Menko, of jij nog een presentatie wilde doen of zo. Of dat het al bij deze afgerond is. Bij deze afgerond. Je bedoelt aanstaande vrijdag sowieso niet, hè, want dan is de beurs dicht. Hè. Mijn presentatie valt dus morgen op de expiratiedag. Ja, precies. Ik zeg maar wel even dat Chris zegt, je hoeft niet alle transacties mee te doen. Nou, dat klopt inderdaad, Chris. Want op het moment dat Jan Robert zegt, ik ga coin ABC kopen, ik noem maar even het barstraatje. Ja. Uh-huh. En jij zegt, nou, ik heb even geen zin, of ik heb even geen tijd, of ik wil het even afwachten, of nou, bedankt voor het signaal, ik kijk zelf al eventjes. Ja. Dat is natuurlijk niet verplicht. Het is wel handig, denk ik, dat op het moment dat je de eerste transactie meegedaan hebt, namelijk dat je dat er gekocht is, dat je de positie dus geopend hebt, en Jan Robert komt met zijn sluitingspositie, dat je dan, want dat is bijvoorbeeld niet voor niets, hè? Dus of hij pakt een goede winst, of hij is zijn verlies aan het afkappen, dat je dan wel meegaat. Maar dat is allemaal ter eigen interpretatie. Dus dat, je hoeft niet alles mee te doen, inderdaad. Ja, klopt. En Rudy voegt nog aan toe, inderdaad, niet ten overvloede. 2 accounts moet je aanmaken, Bitfavo voor je eurotransacties en Binance om crypto op te storten. En dat is in ieder geval een hele mooie. Maar ik help jullie ermee. Dus allemaal geen. Joop, je mag zeker een introductie meenemen. Laat me raden, Björn zeker. Ik heb een LinkedIn gezet. Ik zou het superleuk vinden om jullie ook te zien. We hebben nog ongeveer 10, 15 kaarten over. Het is in Amsterdam. En klik gerust op de link. Volgens mij zat je net even mis, Jan Robert. Iemand anders wordt meegenomen door Joop. Ja, klopt. ik weet niet. Kijk maar wat wie er mee kan nemen. Free om dat te doen. En in ieder geval heb ik op dit moment geen vragen momenteel. Nou, dan denk ik dat je volkomen helder en duidelijk bent geweest. Ik zal even naast je komen staan met mijn video. Ja, ja. Dat,
Ik had eigenlijk net mijn brilletje zo hierboven op mijn Toch wel een belangrijk dingetje. Dus als jij dus de service doet, toch een belangrijk ding. Als je service doet en je wilt de trades niet volgen, niet uitvoeren, maar je wilt wel volgen. Je krijgt namelijk ook inzage in die Excel, zeg maar, welke posities we hebben ingenomen. Dus dan kun je ook altijd achteraf zeggen, oké, ik doe het handmatig. Dus zo blijf je gewoon in line, zeg maar. Superleuk, goed. Ja. Nou, we zijn benieuwd, Robert. Nou, ik wens je heel veel succes. Het gaat ongetwijfeld goed komen met heel dat crypto gebeuren. Dankjewel. Eigenlijk de new kid on the block, wat dat betreft. goed. Alle mensen ook wil ik bedanken voor hun aanwezigheid en interesse en de interessante vragen. Dank jullie wel. Graag tot morgen. Ja. En voor jou spreek ik morgen niet, Robert, maar wens ik jou een hele goede terugvlucht. Het eerste biertje is op traders vergelijken. Is goed. Dankjewel, man. Doei. Hey, bedankt voor het deelnemen en tot de volgende keer. Dag, succes. Okay. Dag. Hoi. Dag. Zijn naam.